Art Louter, directeur van Eureko Nederland. U heeft jaarcijfers bekendgemaakt voor het weekend. Die zijn niet slecht. Er wordt een omzet gedraaid van 2 miljard euro. Wat is daarvan de winst? We hebben het hier over de jaarcijfers van de hele Eureko groep. Dus waar Eureko Nederland onderdeel van uitmaakt. Inderdaad een omzet van 1,9 miljard euro. En een winst van 269 miljoen euro. Wat gebeurt er met dat geld? Nou ja, dat is aan de executive committee en de aandeelhouders om daar over te beslissen. Maar ik denk dat er een groot deel als dividend zal worden uitgekeerd. En de aandeelhouders, dat is de staat in Nederland en van Duitsland en van Engeland? Zo is het. Dat zijn de drie aandeelhouders van de Eureko groep. Voor Nederland, een derde komt als staatsdeelneming terecht bij het ministerie van Financiën. In Duitsland zijn er de twee energiebedrijven E.ON en RWE. Het gaat heel goed met het bedrijf. Het gaat uitbreiden hier ook op deze plek. Wat gebeurt er precies? Nou, wat u achter mij ziet, dat is de plek waar hal 8 gebouwd gaat worden. U kijkt aan tegen de SP5. Die heeft al 7 hallen en we gaan daar dus een 8e hal bij zetten. En er is ook nog vergunning aangevraagd voor nog meer uitbreiding. Nou, we kijken naar verdere mogelijkheden voor uitbreiding, maar daar zijn we nog niet zo ver in het proces. Voor hal 8 hebben we inmiddels de investeringsbeslissing goedgekeurd gekregen en we hebben de bouwvergunning gekregen. En wie investeert dat dan? Met welk geld wordt hier gebouwd? Nou, dat doet Eureko Groep zelf, want u noemde de omzet en de netto resultaatcijfers, maar ook belangrijk is om te realiseren dat de Eureko Groep een hele sterke kasstroom heeft. En van daaruit kunnen wij investeringen financieren. Wat betekent dat nou voor de Almeloze economie? Bijvoorbeeld, wat is de werkgelegenheid hier? Er werken vandaag ongeveer 350 mensen bij ons. En we zijn behoorlijk gegroeid, want 2 jaar geleden zaten we nog onder de 300. En we zullen nog wel een stukje verder groeien. Maar het is ook goed om te realiseren dat wij een behoorlijke uitstroom zullen zien door pensionering. Een deel van onze medewerkers die gaat in de komende 10 jaar met pensioen. En dat moeten we natuurlijk ook weer aanvullen. Ja, nou, het is moeilijk om aan gekwalificeerd personeel te komen tegenwoordig. Dat gaat best heel goed. We werken daar hard aan, maar het lukt ons nog steeds om alle vacatures gevuld te krijgen. En we zien ook steeds meer dat mensen ook komen voor de visie en de strategie van Eureko. En dat spreekt heel erg aan. Wat is de visie en de strategie? Nou, wij willen bijdrage leveren aan een CO2-vrije wereld. Dus het energiesysteem van de toekomst. En wij denken dat nucleaire energie daar een hele belangrijke rol in gaat spelen.